Hallo mensen. Ik was al op pad die naar die Epping Markt met de vol voor aardappels. En toen doe hoor ik als niet kaap mij, maar ik kon er zomaar het dreiging maken. En bekijken met je lopen in mijn markt. Nou, wat dat bij volgende volgend jaar, van 6 tot 8 mei, gaan. Hallo, mama. Ja, ja, mama, ik is op pad terug. Ik praat het Je moet parkeren met je mee, Mark. Nee, 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 niet mijn Nee, oké, jouw Markie. Die, nee, okay, yo, markie. Ik, die, die Mark en mij. Maar ik moet nu eens gaan terug, denk ik. Ik praat later met je als ik terug op de plaats. Oké, okay, bye. Jammer, ook. Um, ja, waar was ik geweest? Uh, oh, ja, die, die mijn markt is van 6 tot 8 mei volgend jaar. Hier bij de kerkzaal gaat er nou marco Een kunstmarkt. Um, wat nou alre gane goetjies gaan uitstel. Uh, gepraat van uitstel. Hulle soek nou nog kragtigs. Dis nog die mense wat die uitstelwerk moet doen. Dat jy net nou kom kyk en dan kan jy nog van die goetjies koop. Hulle soek nog aan die mense om te kom uitstel. So as jy iets wil kom verkoop of uitstel, kontak die kerkkantoor en dan soek hulle ook as jy 'n kontak het vir 'n marquee tent. Dis nou daai groot wit tente wat hulle so opsit. Konte die kerkantoor asbief ook. Hulle soek iemand wat so 'n tent kan verhuur of kan uitleen. En o oh ja, o oh ja, terwyl ek nog hier is, het ek hulle gevra. Ek moet sommer vir julle sê ook van eh uh, kannie Rihanna se projek, so as jy hulle ou oh, skryfbehoeftes of skooltasse of goed het, kom gee dit ook by die kerkantoor af want Annie Rihanna sal baie bly wees as jy dit nog vir haar bring. Maar in elk geval, dis my storie. Ek moet nou as wie die pad val met mamma gaa, ek moetelik as ek laat by jou aankom. Ek praat weer met julle. Bye bye.